de vorige keer. Luister eens goed naar mij. Waar zit Neutje? Beloof je niet te schieten? Als jij zegt waar Neutje zit, schiet ik jou niet neer. Ik beloof het je. Neutje zit in Industrio, achter mijn bierfabriek. Industrio, achter jouw bierfabriek? Waar zit dat dan weer? Wat zit daar? Achter jouw geheime bierfabriek. Geheime locatie, verlaten gebouw. En ja, maar niet schieten, man. Ik niet doen. Niet doen, please. Nee, niet doen. Jij hebt al zoveel gedaan. Je hebt al zo vaak op met mij proberen te schieten. Nee, man. Ik ga jou nu van deze cliff afschieten. Doei, Mirko. Voor eens en voor altijd. Nee! Oh, ik weet het niet. Zou ik die man echt dood hebben geschoten? Hij was in één keer weg. Ja, ik denk wel dat die man dood is, maar hoe kan hij zo snel weg zijn? Zou die zo diep onder water zitten of zo? Ik heb geen idee. Ik ga nu in ieder geval snel naar Industrial toe. En daar kom ik via Wastelands volgens mij. Oh, snel. Hopen dat Neutje daar nog zit. Hopen dat hij de waarheid sprak. Want anders vind ik haar nooit meer. Nooit meer Neutje. Nooit meer trouwen. Nooit. Ja, ik weet het niet. Even kijken of ik via hier naar Industrial kan. Volgens mij wel. Zo, daar ben ik dan, Wastelands. Ja, Industrial. Oké, dan moet ik deze portal hebben. En daar ben ik dan. In de stad. Oké, dus hij zei achter de bierbrouwerij. De bierbrouwerij zit volgens mij helemaal... hallo meneer, aan de andere kant van deze stad. Ik heb niks gedaan, meneer. Hallo meneer van het leger of zo. Ik heb niks gedaan. Dat keek me wel heel raar aan. Ik heb toch geen bloed op mijn pakje zitten? Nee, ik heb geen bloed op mijn pakje zitten. Ik heb wel 3 bivakmutsen bij, maar dat maakt niet uit, hoop ik. Ik heb er in ieder geval geen spijt van wat ik heb gedaan. Maar ik voel me wel heel slecht erbij. Dat ik gewoon iemand heb vermoord. Ik hoop wel dat we er echt vanaf zijn. Dat hij echt dood is. Zo, dan zijn we dan bij de bierbrouwerij van die mafkees die nu dood is. Hij zei achter de bierbrouwerij. Hoe kom ik hierachter? Kan ik misschien hierdoor? Nee, bestellingen hier. Nou, er zullen geen bestellingen meer worden gedaan hier. Wow, wat is dit? Dat is een gat in de muur. Achter. Dus gaan we even kijken wat hierachter allemaal zit. Ik zie daar wel een gebouw. Ik zie hier een toren. Misschien zit ze in dit huisje of zo. Dit, wat is dit? Hier kom ik niet binnen, of wel? Nee, hier kom ik niet binnen. Hier lossen de vrachtwagens. En dit. Die zit ook op slot. Wat is dit dan allemaal weer? Vergif of zo wat ze in dat bier stoppen bij hem. Wat is dit dan? Ik weet niet wat het is. Wow. Wel grote dikke machines hier. Dit gebouw dan misschien. Zou ze hier zitten? Ik hoop het echt. Wow, Neutje. Neutje. Help me. Even kijken. Hoe kom ik hier? Hoe kom ik hier binnen? De deur open. Shit, die deur die gaat niet open. Misschien kan ik ruitjes of zo inslaan. Ik weet het niet. Ik ga de deur proberen in te stampen. Oké, ik ga proberen. Ik kom eraan, Neutje, maak je geen zorgen. Kom op. Ja, de deur is open. Neutje. Oh, je bent vrij. Oh, hoe gaat het met jou? Goed. Waar is Birko? Birko, hoef je geen zorgen meer over te maken. Hij is weg. Voor altijd. Gelukkig. Oh, hoe gaat het met jou? Heeft die man iets met jou gedaan of zo? Nee, hij heeft me alleen opgesloten hier en... Ja. Dit ziet er echt uit als iets... Bij. Als een duister... Ik weet niet wat het is, maar het ziet er niet heel goed uit. Ik wil snel weg hier, want... Heb je wel goed kunnen eten of niet? Ja, ik heb nog 1 visje. Oh, ik geef je wel wat koekjes. Misschien wat zoet is ook wel wat lekker. Is ook wel lekker. Oh, dank je. Alsjeblieft, laten we even naar onze villa gaan. Want weg hier uit dit stomme gebouw. Ik laat die deur mooi lekker openstaan. Pech, Birko. Ik ben blij om jou weer terug te zien. Oh, ik ben ook echt heel erg blij. Ja, dat ik echt dacht... Niet leuk. Ik was echt zo bang dat hij jou iets had aangedaan. En dat hij... Ja, zal ik het... Nee, ik vertel niet. We zijn in ieder geval van Birko af. Daar hoef je geen zorgen meer over te maken. Die... Gelukkig. Ja... Ik hoef het niet eens meer te weten, want... Wat een engelman. Daar zijn we dan weer in het o zo veilige Heratopia en het o zo mooie Heratopia. Eindelijk. Ja, dit voelt echt weer als thuis, gewoon, nu al. Ja, en de buitenlucht, niet zulke grijze, enge gebouwen. Nee, precies. Maar ja, we wonen hier net pas, of nog niet eens echt dat we hier wonen. Moeten nog allemaal meubels geplaatst worden. Maar dat zal ik nu eventjes laten zien aan iedereen en zo.
Want nog niemand heeft de binnenkant gezien en de tuin. De tuin is iets... Ja, daar ben ik wel heel blij mee. Ja, hij is echt mooi. Ja, echt kijk, heel mooi. Dit is dus onze villa. Het is ongelooflijk groot. Even kijken, we gaan hier naar binnen. We hebben twee voordeuren, dat is een voordeur. En hier ook eentje. Dus even naar binnen hier zo. En dan zie je dat het dus super groot is. We hebben hier een hele hoop plek om van alles te bouwen. Jullie mogen suggesties geven van wat we hier neer moeten zetten. Want hier hebben we een plekje. Ik noem even plekje 1, plekje 2. Dus als jullie... die kun je hier zo helpen met iets plaatsen. Dus plekje 1, plekje 2. En dan hebben we hier plekje 3. En dan hebben we hier nog plekje 4. En dus heel veel ruimte om van alles te doen. Laten we zo eerst even naar boven gaan. Ja, naar boven. Even de brievenbus checken. Oh, je hebt je eten voor jou in je brievenbus. Ik heb een J-boek 1.0. Oké, dat lees ik later wel. Okay. Daar hebben we hier een trap op. En we hebben hier nog meer plekjes trouwens. Hier komt denk ik dikke vette slaapkamer. Dit kunnen we allemaal wel zelf vullen. En dan hebben we hier een mooi klein balkonnetje nog. Die is leuk, hè? Ja, maar ik heb het nou al even gehad met balkonnetjes. Ja, oké, ik snap je. Want hier hebben we nog een balkonnetje. En hier zie je de tuin die ik straks wil laten zien. Want die wil ik nu nog niet laten zien. En dan hebben we hier het allermooiste misschien wel. En dat is een zwembad op het dak. Oh, kijk waar ze zon... Kijk, dan kunnen we hier lekker zo in de zon chillen. Lekker een beetje bruin bakken. Weet je wel? Heerlijk. En uitzicht natuurlijk. Ja, heel mooi uitzicht over alles wat hier kan, wat hier gebouwd wordt straks. Super, super mooi. We hebben ook onze eigen boom trouwens. En die gaan we nu even laten zien. Die staat hier beneden in de tuin. Oh, hier is nog een balkonnetje. Maar dat is niet zo groot. Zo, dan ga ik even naar beneden. En via deze deur zullen de mensen naar de bruiloft lopen. Dus over de rode loper kunnen ze hier op de bankje zitten. En hier zullen Neutje en ik gaan trouwen. En het plan is om hier een soort van een beacon of zo onder te plaatsen. Dat extra speciaal maakt. Recht de lucht in, dat is wel mooi. Ja, recht naar de zon. Heel episch. En hier kan een hippe, weet ik veel. Hier kan iemand zitten. Je papa of je mama, ik weet het niet. En hier kunnen alle gasten zitten. We zullen een bepaald aantal gasten die wat dichter bij ons staan gewoon uitnodigen. En de rest van de mensen die hier willen komen, die kunnen een ticket kopen. Want we kunnen natuurlijk niet iedereen uitnodigen. De rest die geen ticket wil, die kan hier beneden staan en toekijken. Maar dan kan je niet alles zien natuurlijk. Dus wij willen, de mensen zoals David, die moet ik uitnodigen. Wie eigenlijk nog meer? Ik weet het zo niet. De bruidsmeisjes. Jongens misschien. Oh. Ja, Aniek VV moet ook komen volgens mij. Mirage. Mirage, ja. Ja, ja, oh, je bent niet zo'n voorstander van Mirage. Ja, maar ja, hè? Zijn we goede vrienden met hem? Ik weet het niet, hè? Ik weet het niet. Hij staat wel bekend als crimineel. Oh ja, en waarschijnlijk ook Kevin Dooms. Ik heb altijd met hem samengewoond, dus die mag hier ook wel komen. En verder kijken we nog wel wie we een uitnodiging sturen. Wie gratis gewoon hier mogen komen. Ja, precies. Er kunnen heel veel mensen zitten. En er kunnen ook nog hier achter een paar mensen gaan staan zo. En dan hebben we ook een paar hangtafeltjes. Dus de bruiloft wordt super, super, super vet. We hebben nu nog geen tickets, dus dat wordt later allemaal pas bekendgemaakt. Maar ik ben in ieder geval blij dat ik jou terug heb. En dat we hier samen gewoon bij ons huisje zijn. Ja, echt ontzettend blij. Ik wil in ieder geval snel het huis inrichten. Zodat de bruiloft ook kan beginnen. Maar dan moeten we veel geld verdienen. Ja. Ja. Wordt veel verkopen. Verkopen. Veel biertjes verkopen, ja. En veel ik veel biertjes. Camera's verkopen. Ja. Dit wordt echt nogal wat. Ik denk dat ik vanavond gewoon lekker eventjes in het zwembadje ga zitten. En kijken naar de zonsondergang die je mooi vanaf het dakje kan zien. En dan hoop ik dat we binnenkort kunnen trouwen. Wil jij weten hoe dit avontuur verder gaat? Laat dan een like achter. En laat weten hoe jij denkt dat het af gaat lopen.